Een bijzonder van harte welkom. Dank u wel. Toch wel voor ons een bijzonder moment. En ons is de koepel voor WMO-raden, waarvan een groot aantal van u lid zijn. En het spannende is dat we dit voor het eerst een keer doen, het organiseren van de Harnie van Leeuwen-lezing. Met groot plezier ontvangen wij u voor de eerste Harnie van Leeuwen-lezing hier in het conferentiecentrum Belmont Padleger des Heils. Een spannend moment voor de koepel van WMO-raden. De start van de reeks van lezingen, gekoppeld aan de statuur van mevrouw van Leeuwen. Ik heet u, mevrouw van Leeuwen, een bijzonder hartelijk welkom bij de eerste lezing waar u uw naam aan heeft willen verbinden. De vraag is natuurlijk waarom Harnie van Leeuwen haar naam aan hier wil verbinden. Mevrouw van Leeuwen zal er dadelijk straks ongetwijfeld iets over zeggen. Mevrouw van Leeuwen heeft haar kennis en kunde en haar energie altijd ingezet voor burgers in een afhankelijke of dreigende afhankelijke positie. Als voorzitter van de koepel van WMO-raden heb ik, en ongetwijfeld ook u, een groot respect voor de energieke wijze hoe mevrouw van Leeuwen vanuit het snijvlak politiek, bestuur en praktijk haar kennis inzet tot op de dag van vandaag. In aanloop van deze lezing heb ik met mevrouw van Leeuwen een aantal keren mogen spreken. En met plezier. En ik mag me dan misschien een grote jongen voelen. Naast mevrouw van Leeuwen ben ik toch echt heel klein. En dat spreek ik met plezier uit. Geachte aanwezigen, waarom deze lezing? Het antwoord is simpel. Het speelveld van de cliëntenbelangenbehartiging en de burgerparticipatie en zorg- en welzijnland is volop in ontwikkeling. Enerzijds op de reactie op de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in ons land. Anderzijds ook door de inhoudelijke keuzes die patiënten en cliënten en burgerparticipatiebeweging worden gemaakt. We spreken over burgers al of niet betrokken door een eigen beperking, die posities innemen ten aanzien van politieke beleidsmatige ontwikkelingen in de zorg en hun welzijn. Het is ons inziens slim om stil te staan en te kijken hoe het speelveld zich in zorgland beweegt. Te observeren welke patronen er nu zichtbaar zijn. Kijken naar de keuzes die zijn of worden gemaakt. Beoordelen hoe de macht wordt verdeeld. Een lezing gehouden door deskundige personen met een kritische observerende blik geeft inzage in dit speelveld. En daardoor de mogelijkheid voor de spelers hun eigen rol en positie tegen het daglicht te houden. Daarbij, dames en heren, geloof ik heilig in tegenspraak. Door de discussie en soms het gevecht kan uiteindelijk hetgeen waar het om gaat beter worden. Wel onder de voorwaarden van wederzijds respect en erkenning van ieder zijn eigen inzet. Dit is iets wat ik in alle bescheidenheid in de loop van de jaren heb geleerd en wat ik terugzie in mijn ons voorbeeld, mevrouw van Leeuwen. Laat de Harnie van Leeuwen-lezing, de luis in de pels, de kritiekaster, de spiegel van de burgerparticipatie en de cliëntenbeweging zijn. Graag aanwezigen. Voordat ik het woord aan mevrouw van Leeuwen ga geven, wil ik nog even stilstaan bij de plek waar we nu zijn. Te weten Hotel Belmont. Dit viersterrenhotel, conferentieoord, is van het Leger des Heils. Belmont heeft een reguliere, maar ook sociale hotelfunctie. Daarnaast worden ook hier tientallen arbeidsreïntegratietrajecten uitgevoerd. U mag gerust weten, ik werk bij het Leger des Heils. Het Leger des Heils en mevrouw van Leeuwen hebben een verbinding. In 2009 heeft mevrouw van Leeuwen de Major Bossaardprijs in ontvangst mogen nemen. De Major Bossaardprijs is ingesteld om het leven en het werk van de major te blijven gedenken. Zij wordt uitgereikt aan personen die een voorbeeld zijn van onbaatzuchtigheid, liefde voor mensen en betrokkenheid bij de samenleving. Dames en heren, ik stop ermee en ik ga vragen dat mevrouw van Leeuwen het woord wil overnemen. Dank u wel. Al meer een bron voor spanningen vormt. Bovendien is het vaak een hels karwei om de continuïteit van de WMO-raden te borgen. Vandaar dat ik toen en nu pleit voor beperkingen waar het de uit te voeren taken betreft. Beperking tot de adviestaak,
niet meer en niet minder. Adviezen, gevraagd en ongevraagd. Met andere woorden, WMO-raden moeten niet op de stoel van de belangenbehartigers gaan zitten. Wel moeten zij ervoor zorgen geen enkel advies uit te brengen dan na zorgvuldige raadpleging van de grote verscheidenheid aan belangenbehartigers. En dat is het, dames en heren, al een geweldige opgave. Het vergt het met elkaar verbinden van soms zeer uiteenlopende, ja zelfs tegenstrijdige belangen. Maar het is wel van essentieel belang voor de toekomst van de WMO-raden. Was er bij de eerste zelfevaluatie nog vaak sprake van een te goede relatie tussen de gemeenten? De voorzitters wilden vooral in het gevlei komen bij de desbetreffende wethouder en de WMO-raden. Ook nu nog heeft een aantal raden moeite met de noodzaak van strikte onafhankelijkheid. Het mag niet alleen wel eens botsen. Sterker nog, het moet wel eens en moet ten strijde kunnen worden getrokken tegen het niet nakomen van samenwerkingsafspraken. 8% van de WMO-raden voelt zich zelfs regelmatig genegeerd. Tegenover onvoldoende ondersteuning, tegen een te laat betrekken bij het adviestraject. En ga zo maar door. Ik heb dan ook grote moeite met de WMO-raad als samenwerkingspartner. Ook al is het positief dat de helft van de WMO-raden burgerparticipatie in een gemeente al goed uit de verf ziet komen, maar toch is er dan nog een helft te winnen. Maar wat mij het meest benauwd is, dat de relatie met de achterban nog steeds een knelpunt vormt. Vooral de moeilijke groepen, jongeren en jeugd, 20%, GGZ, 16% en allochtonen 13% te bereiken, baart mij grote zorgen, zeker ook in het licht van de komende transities. Niet iedereen is in beeld, nog steeds niet. Ten slotte, er zijn 90 van de 200 uitgezette vragenlijsten ingevuld. Natuurlijk wordt hierdoor een redelijk, maar goed is voor mij een heel ander, beeld verkregen van de huidige lokale WMO-raden. Maar er zijn meer dan 400 gemeenten. Dat geeft ook te denken. Maar ik heb intussen begrepen, dat is me net verteld, dat jullie nu al 300 WMO-raden hebben. Dan gaat het de goede kant uit. Maar nog 100 mensen, los van de verbeterpunten, in relatie met de gemeente, zullen de WMO-raden, om hun toekomst tot 2020 veilig te stellen, keihard moeten werken aan de verbeterpunten in de relatie met de achterban. Uit andere door mij gelezen publicaties van Movisie en Research voor Beleid wil ik met nadruk aanhaken bij het uit het onderzoek van Research voor Beleid voorkomende 5 aanbevelingen om een WMO-raad effectiever te maken. U ziet het op bladzijde 39 van dat rapport. Bij de eerste evaluatie heb ik enkele harten te weten geslaagd. Nog steeds ben ik benieuwd hoeveel WMO-raden nu ongevraagd hebben geadviseerd de gemeentelijke rampenplannen te analyseren op de effecten voor burgers met een handicap. Nog steeds ben ik eveneens benieuwd hoeveel WMO-raden nu al ongevraagd hebben geadviseerd de gemeentelijke websites aan te passen voor alle kwetsbare groepen. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door een beroep te doen op gemeenten die hierin excelleren. Regelmatig krijg ik nog klachten dat de gemeentelijke informatie ook over de WMO niet toegankelijk is. Mensen die laaggeletterd zijn, allochtonen of mensen met een verstandelijke handicap moeten ook kunnen meedoen. Wat dat betreft moeten we ook in eigen kring, ja zelfs in uw bloedeigen koepel, hier ook nog aanspreken. Aandacht voor iedereen, een programma voor toerusting van de WMO-raden en regionale en lokale belangenbehartigers en signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief is voor mij al nauwelijks te volgen. Laat staan voor de leden van alle cliëntenorganisaties. Spreek toch de taal van de burgers en niet van de professionals. Een toekomst voor de cliëntenbeweging zie ik alleen wanneer ze zich strikt aan hun opdracht houden en bereid zijn zich samen te verdiepen in alle doelgroepen. Er zijn immers overal kapers op de kust. Waarom de WMO-raden nog in het leven te houden als burgerparticipatie ook op andere wijze kan worden bereikt? Onvoldoende denken vanuit burgers zal in een doe-democratie steeds meer worden afgestraft.
Ik citeer dan ook een passage uit de voortreffelijke studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Vertrouwen in Burgers, op pagina 12. Burgers zijn op verschillende manieren betrokken. Woorden als burgerparticipatie en inspraak doen geen recht aan de verscheidenheid van initiatieven die worden ontplooid. In dit onderzoek maken we onderscheid tussen drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijke initiatieven. Bij de eerste twee ligt het voortouw bij de beleidsmakers en mogen burgers meedoen, bijvoorbeeld door inspraak of vrijwilligerswerk. Op het derde veld ligt het initiatief bij de burger zelf. De huidige overheidsbenadering laat op alle velden kansen liggen. En het is van groot belang om de bestaande smalle kaders te vergroten. Het verbreden van de beleidsparticipatie naar andere beleidsfasen betekent dat kansen voor burgerbetrokkenheid in de agendavorming, de beleidsuitvoering en de crisisbeheersing beter benut kunnen worden. Het vernieuwen van maatschappelijke participatie vraagt juist om het versterken van de openbare ruimte en de verbinding van beleidsmakers met de kwetsbare groepen, burgers. Maar de grootste uitdaging is gelegen in het verwelkomen van maatschappelijke initiatieven, ook als die niet gladjes passen in het beleidsperspectief van beleidsmakers. Dat moeten ook de WMO-raden zich realiseren, willen zij nog toekomst hebben. Immers, intussen hebben we allemaal kunnen constateren dat, gelet ook op de vele protesten tegen de opgelegde bezuinigingen, de vertrouwenscrisis zich vooral samenbalt bij maatschappelijke groepen die laag opgeleid zijn, kwetsbaar door hun beperking, en ouderen. Zij zijn ontevreden, vertrouwen de overheid niet meer. Ja, erger nog, zij wantrouwen de overheid en het zogeheten middenveld. Zij voelen zich niet gehoord en niet begrepen. En het is vaak wij tegenover zij. Deze burgers, waaronder veel huidige en toekomstige WMO-gebruikers, zijn ook zeer gevoelig voor negatieve berichtgeving. En die komt door onder meer de sociale media in overvloedige mate tot ons. Wantrouwen, gestoeld op authentieke teleurstelling. De overheid en de maatschappelijke organisaties hebben het vertrouwen verspeeld. Denk aan de falende bankiers, de beleggers en de verzekeraars, kortom de financiële markten, maar ook aan maatschappelijke organisaties zoals de woningbouwcorporatie van Erik Staal. Daarom is het ook van essentieel belang dat alle burgers op lokaal niveau alle noodzakelijke informatie op begrijpelijke wijze krijgen aangereikt. Wil aandacht voor iedereen kunnen slagen, ook in de tweede fase, dan zal moeten worden aangesloten bij wat onder deze burgers leeft. Hoe kunnen we in een transitieproces hun behoeften toch nog zo goed mogelijk vervullen? Het programmakamer doornemend, dacht ik, het gaat toch wel heel veel om de toerusting van de regionale en lokale belangenbehartigers, met ook een veel te grote rol voor de landelijke beleidsmakers. De WMO-raden moeten hierbij oppassen dat zij de greep op de kwetsbare burgers niet verliezen, ook al zijn zij er voor alle burgers. Wat mij echter het meest dwars zit, is het keurslijf waarin veel voornemens nog steeds moeten worden gegoten. En dat vertikken deze burgers, ook van de in opmars zijnde doedemocratie. Het moet op hun manier. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Zorg daarom voor ruimte voor wat uw koepel de horizontale burgerparticipatie noemt. Dat is de participatie van alle burgers in hun eigen leefomgeving door meedenken, meehelpen en meeorganiseren. En als we dat doen, dan zullen de WMO-raden een rol van betekenis kunnen blijven spelen bij het invullen van de verticale burgerparticipatie als de vorm van formele inspraak en betrokkenheid. Als steeds meer burgers in hun eigen leefomgeving gaan meedenken en meedoen, dan kunnen de beleidsmakers ook volstaan met het faciliteren en het bieden van niet alleen ruimte, maar ook platform en ondersteuning aan hun ideeën. De gemeente en de WMO-raad zullen hiernaast ook moeten aangeven wat eigentijdse solidariteit is. Want bescherming van de kwetsbare groepen
blijft te allen tijden een overheidstaak, waarvoor wij als burgers in gezamenlijkheid naar draagkracht de lasten zullen dragen. Alleen wanneer de gemeente en de WMO-raden dat als hun opdracht zien, hebben zij toekomst, ook in 2020 nog.